Zweeplagers, lager? Ja, laag met de zweep. Goed zo, kijk. Ja. Nienke gaat zo meteen travers proberen. En we gaan gewoon eens kijken of ze het van nature een beetje in zich heeft. Zo, en dan hou je hand maar een beetje omhoog daar. Zo, daar, daar. Goed zo. Goed zo. Vatten. Wauw. Het was een eerste ontmoeting gewoon dat we met z'n tweeën weg mogen. Hey, voor niet. Maar het is heel raar, maar ik merkte gewoon dat ik heel erg onzeker werd van iets doen wat ik eigenlijk helemaal niet ken. Echt om helemaal in mijn comfortzone te gaan. En normaal heb ik daar echt helemaal geen last van. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben niet alleen, ik ben met Romy. Romy is van het kanaal Snoetebol, die kennen jullie ongetwijfeld. Ik ben vandaag een dagje bij haar, of een middag. Maantje is niet mee, want Maantje heeft gewoon school. Het is namelijk een doordeweekse dag. Maar dat geeft helemaal niks. Volgende keer komt Romy gewoon naar ons toe. Ja. En dan is Maatje er ook bij. Wij gaan van Romy's kanaal een jouw part, mijn part video opnemen met Illustro. Ja, met Sprootje. En wij gaan ook nog een soort van roddel video opnemen. Waarin we roddels gaan ontkrachten of bevestigen. Die jullie anoniem hebben ingestuurd. Dus wij zijn heel benieuwd. Vooral dat anonieme maakt het heel spannend. Ja. Mensen kunnen alles zeggen nu. Inderdaad. Nou, we zijn aangekomen bij Strootje. Hallo, oh, maar hij is nog groter dan ik dacht ook. Echt waar? Ja. Echt, iedereen zegt altijd, oh, dat is die kleine echt. Ja, maar ik had hem al eerder iets gezien op EQD toen. Oh ja. Oh, en toen vond ik hem heel klein. Maar... Ja, toen was hij ook echt, toen had hij achteraf bleek een rode bloedlarve besmetting. Ja. En toen was hij ook nog een keer volop in de groei en hij had echt een slechte periode eigenlijk een beetje achter de rug. Okay. Maar hij is nu echt gegroeid. Ja, hij is groter dan ik vind in ieder geval. Hallo. Ja, hij is echt groter. Maar niet zozeer hoger denk ik, maar even. Nou, ik heb mijn strootje helemaal gepoetst en opgezadeld als in het hoofdstel omgedaan natuurlijk. Ik heb ook gevlochten en het lukt. En gevlochten? Wow. Ik heb een vlecht gemaakt en het lukte. Hier achter mij is Romy bezig, want die laat even wat oefeningen zien. Ik mag namelijk zo meteen met strootje werken. Maar eerlijk gezegd ken ik dit helemaal niet. Ik heb het wel eens met test het een en ander gedaan. Maar dan echt puur gefocust op de druk van het kaptoom. Het hoofd omlaag, zeg maar. Echt dat ze dan ontspant. En Romy doet het heel veel. Dus die kan het mij heel goed uitleggen. En dus ik vind het heel leuk dat ik met strootje mag werken. Ze is mij nu aan het laten zien hoe het allemaal werkt. Ik kan het natuurlijk ook zelf uitvogelen. Maar dat is niet helemaal prettig. Dus ik ga even spieken bij Romy. En dan gaat ze mij daarna helpen. Even een snelcursus. Gewoon dat zij het is gewoon eigenlijk heel simpel, vooral bij Illustro. Ondanks dat het nog heel groen is, maar hij reageert gewoon super goed op je lichaamstaal. Dus kijk, nu is hij aan de sporen opgevuld. Zijn achterbenen lopen in de sporen van zijn voorbenen. Dus hij heeft net een duidelijk. En ja. Dan ga ik zijn achterhand iets opzij zetten. Ja. Dan ga ik alleen maar met mijn energie een klein beetje naar zijn achterhand. Kijk. Zie je? Ik vind het zo, ja. Dus dat gaat heel snel. En als ik dan wil wijken, doe ik het even van jou af. Dan hoef ik alleen maar met mijn lichaam een heel klein beetje richting zijn lichaam te draaien. En dan gaan we samen opzij. Ja. En dat kost je geen kracht. Dus het kost je geen kracht op je teugel. Je hoeft hem ook niet met een zweep te slaan. Dat hij zo extreem goed reageert op je lichaamshouding. Ja, hij kan ook weer dan wijken naar mij toe, zie je? Dat is nog wat meer hoor. Ja, maar hij doet het heel knap. Chagrijnig wel kijkt. Ik vind het nog wel meevallen. Ik vind het meer lijken op nadenken of zo. Ja, hij is wel soms echt een beetje zo opper fanatiek, weet je wel. Dan is hij zo van, oh, wat moet ik nou doen? Ja. Maar hij is heel sensibel, dus ik denk dat je hem wel leuk gaat vinden. Kijk jongens, trouwens even. Oh, pony, dit heb ik gedaan. Kijk. Hij is echt mooi geworden, hè? Ja, hij is nog strak ook. Een strootje. Hij probeert echt zijn hele trucendoos open te halen. Je mag straks vrijheidsdressuur doen, strootje. En nu eerst even gymnastieken. Ik merk dat ik hier zelf ook nog een beetje onzeker van word. Omdat ik het heel graag, ik wil het natuurlijk, maar ik herken het niet. Dus. Nee, maar dat is ook logisch. Het moet ook een, net als met fietsen en autorijden, het moet een beetje weer een tweede natuur voor je worden. Ja. Dat is ook, kijk, paardrijden, dat is al heel gewoon voor je. Ja.
En dit is nog even helemaal nieuw. Maak maar iets grotere stappen. En denk maar gewoon dat je hem een klein beetje meezuigt met je. Dus hij mag ook iets grotere stappen gaan maken. Alsof hij met zijn achterbenen, zijn voorbenen een klein beetje wilt wegschoppen. Kom, actief. Ja, goed zo. Hoger in je energie. Iets hoger maar. Ja, beter. Wat echt heel schattig is, dat hij bij jou gelijk heel voorzichtig ging stappen, weet je wel. Ja, maar ik was ook heel voorzichtig. Terwijl hij eigenlijk best wel fanatiek is, maar hij let wel heel goed op je. Kijk, en dan, nou willen we hem eigenlijk iets meer laten buigen, dus zijn lichaam wat meer als een banaantje. Dus dan doe je het puntje van je zweep wijzen naar de plek van je binnenbeen. Ja. En met je hand lichte stelling naar binnen. En dan met je hand ook zeggen dat hij een beetje laag moet blijven. Daar, ja. Gewoon een beetje mee experimenteren. Je kan echt niet zoveel fout doen, hoor. Ja, precies. En nou valt hij iets over zijn buitenschouder. Ja. Als dat gebeurt, dan haal je de zweep weer wat weg. En dan ga je weer wat actiever naar voren stappen. Dus dan alsof je hem weer een beetje meezuigt. Als hij niet met je meekomt, moet je hem inderdaad met een klikje een beetje actief maken. Oké, zet de achterhand maar eens opzij. Ga je met je rechterheup een beetje richting zijn achterhand? Ja? En doe maar wat meer energie richting het binnenachterbeen. Met het zweep, of niet? Ja, en met je rechterheup. Ik ben helemaal een beetje draaien zo, een klein beetje met je heup zo naar hem toe draaien. Ja, ja, dat is het. Bijna? Ja, goed zo. Daar heb je hem bijna. En dan moet je een klein ophoudingje op je hand maken, dat hij niet zozeer harder gaat lopen, maar je wilt zijn achterhand opzij. Dus zijn binnenachterbeen wil je, daar, ja. Die wil je naar binnen zetten, zeg maar. Iets draaien en... Nee, nou gaan ze billen naar binnen. Kom maar, even stappen. Nadenken, oké. Okay. Ja, dat. Dus, ik moet wat meer zo gaan staan. Ja, doe het eens in het halt houden. Als jij nu zijn achterhand opzij zou zetten, wat zou je dan doen? Ja, dat dus. En dat kan, die kleine beweging kan je ook in het stappen maken. Oké. Dus ga je weer stappen op de volte. Kom. En dan geef je dat ophoudingje op je linkerhand op het moment dat zijn linkerachterbeen naar voren wilt komen, ja? Links. Ja, en zeg ook maar tegen hem opzij, gewoon echt, hij kent dat woord. Opzij, dan gaat hij opzij. Opzij. Ja, iets meer opzij. Ja, daar. Daar had je hem, goed zo. Braaf! Het is voor mij nu ook 2 pasjes. Doe je nog een keer 2 pasjes, ja? Want dit is al een beetje je voorbereiding op het wijken, want dan voel je al een beetje hoe het straks gaat. Nog maar een keer. Opzij. Ja, yes. Opzij. Yes, goed zo. Oh, dan gaat hij weer naar binnen. Ja. Probeer maar een stukje te wijken. Dan ga je gewoon zo recht en dan ga je richting de K. Dus durf maar gewoon met het zweepje een beetje richting zijn billen te wijzen, ja? Oké. En een beetje met jouw rechterheup naar zijn billen toe blijven. En zelf echt duidelijk die kant ook op gaan. Opzij. Ja. Opzij. Nee, tik hem maar aan daar. Hij moet opzij. Opzij. Goed zo, precies. Opzij. Nee, tik hem maar aan. Precies, ja. Ja. Opzij. Ja, nee, tik hem maar aan. Opzij. Poefje, goed zo. Goed zo. Opzij. Heel goed. Goed zo. Heel goed. En als je hem nu nog een keer doet, dan weet ik zeker dat hij super vloeiend gaat. Nou had je, het gevoel al beter. Oortjes een klein beetje omhoog. Ja, kijk, daar gaat hij al. Oortjes mag je iets omhoog houden van hem. Ja. Heel goed. Ja, daar gaat hij. Oh, opzij. Ah, strootje. Heel goed. Oké. Even ontspannen. Ja, een klein beetje je linkerhand omhoog zetten. Opzij. En zelf opnieuw. Zweep lager. Lager. Ja, laag met de zweep. Goed zo. Kijk. Ja. Het ruikt er ook uit hoor. Ja, heel goed. Supergoed. Dus let op dat hij niet te diep gaat lopen. Opzij. En de zweep niet te hoog. Opzij. Ja. Opzij. Goed. Goed zo. Goed. Nog een keertje tot aan de hoefslag zo. Opzij. 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 Ja, goed zo. Heel goed. Hij doet echt wel zijn best. Moet ik al nu al beginnen eigenlijk? Ja, zo ongeveer nu, ja. In. Ja. In. Heel goed. Hij mag nog wel een heel klein beetje meer. Ja. Echt knap hoor. Oh, strootje. Kijk, of zij
Ja, opzij. Heel goed. Supergoed. Toppie. Oh, deze ging eigenlijk wel heel makkelijk, hè? Ja, op deze rechterhand valt hij iets makkelijker op zijn binnenschouder. Maar ja, goed, dat kan je oplossen met een heel klein kriebeltje tegen de schouder aan. Nienke gaat zo meteen travers proberen. Ik heb het er net een keertje laten zien en ik heb het er uitgelegd. En we gaan gewoon eens kijken of ze het van nature een beetje in zich heeft. Soms is er niet zoveel uitleg nodig. En strootje is natuurlijk nog wel heel erg groen in die oefening. Nog niet zo goed bevestigd als snuit. Maar we gaan gewoon eens kijken of het lukt. Doe je zijn oortjes ietsjes omhoog? Ja! Ja! Wauw! Dat is een travers. Goed man! En probeer hem eens te laten stromen. En ja! Nou, voel je dat hij... Doe maar eruit. Voel je dat hij een klein beetje spanning opbouwt, hè? Ja. Nou, de travershulp, dat ging goed. Dus we gaan kijken of zijn appiëntje kan meekomen. Ja, goed zo. Kom maar. Ja. Goed zo. Oké, okay, even weer een foltertje maken. Maar nou ging zijn achterhand zijn schouder inhalen. Ja. Dus nu ga je hem nog één keer proberen weer. Ja. En dan probeer je of dat de schouder leidend kan blijven. Okay. Dus in het appiëment moet de schouder een beetje leidend blijven. Dus maak je geen zorgen, die achterhand komt wel, want hij luistert echt wel goed naar je hulp. Ja. Ja. Ja, dit is supergoed. Dit is heel goed. Dit doe je echt knap. Hou vol. Dat is weer een andere werkpositie. Dus nu ga je gewoon naast hem staan. Zo. Ja, nog iets naar achteren. Zo een beetje ja, bij zijn schouder. Inderdaad, en dan hou je gewoon die hand waar je zweep. Dat is je buitenteugel. En deze mag je een klein beetje lang. Niet zo heel lang, ongeveer zo. Zo. Ja, en dan kan je met je rechterhand. Die kan je gebruiken alsof het je binnenbeen is. Dus je kan hem ook wat naar beneden doen, zeg maar. Oké, en dan stappen. Ja. Maar doe je rechterhand maar ietsjes lager. Voor hem is dat nog makkelijker. Ja, gewoon nog lager. Ja, gewoon een beetje daar. En als je dan bijvoorbeeld voelt dat hij naar binnen valt, dan kan je een beetje bij zijn schouder een klein beetje een klein drukje geven. Maar je kan je rechterhand ook echt helemaal bij zijn oksel houden. Zeg maar bij de plek van zijn singel. Dus het maakt niet echt uit. Ja, dat is maar net wat hij nodig heeft. Als je hem wat meer wil laten buigen, ja, dan doe je je rechterhand wat meer bij de singel. Maar als hij soms nog een beetje met de schouder naar binnen valt, dan hou ik hem vaak een beetje in de buurt van de schouder. Dus je kan er gewoon flexibel mee zijn. Doe maar de teugel van rechts nog ietsjes verder naar achteren over zijn schoft heen. Ja. Zo? Ja. Ja, even zoeken. Ja, even wennen. En dan is het zeg maar belangrijk als je zo loopt, ja, dat je met je eigen heupen goed op de volte blijft. Ja. Dat je niet te veel met je navel naar... Hem, ja, precies, want dan stuur je hem eigenlijk weg. Dus dan lijkt het voor hem op wijken. Okay. Als je in deze positie gaat wijken, dan hè, ga je ook weer een slagje naar rechts draaien. Ja. Dus nu dan je eigen tenen moeten goed op de route van de volte blijven. Net zoals die van hem. Ja, zo loopt hij eigenlijk wel lekker bij je. Goed man. Nou, als je gaat draven, doe je gewoon zo draf. En dan blijf je zelf wandelen. Ik wil even zoeken. Ja. Oh, ze gingen spelen in de wei. Daar schrok hij een beetje van. Zo, goed zo. Ja, heel goed. Heel goed. Mooi man. Goed hoor. En als jij vindt van, oh, hij valt ietsjes naar binnen, druk je hem een klein beetje tegen zijn schouder aan. Of je doet een beetje met je hand op de plek van de oksel. Supergoed. En als je hem lager wil, zeg je laag. En dan geef je een klein ophoudingetje. Maar ik heb de verder te klein. Dat maakt het niet. Zo is het wel mooi, hè? En als je echt van draf naar halt wil, dan hij is nog wel aan het aanleren. Dan zeg je shh. En dan moet hij stilstaan. Kan ik wel eens met logeren dat je dat weet? Ja, hij is nog wel aan het leren, maar het gaat al best wel goed. Goed zo'n strootje, mooi. Kijk, en zo kan je uiteindelijk ook alle oefeningen natuurlijk aan de hand in draf gaan aanleren. Dat kent hij nog niet. Goed hoor, Stro. Mooi hoor. Ja. Oké, kijk eens of je kan halt houden. Goed hoor, Strootje. Hoe moet ik dan gewoon mee stilstaan? Voordat ik ga halt houden, hè, dan doe ik altijd een klein ophoudingje omhoog. Dus net als met rijden, halve ophouding. Mm-hmm. Dus half halt. En dan kan hij al iets meer zijn oortjes omhoog doen. Ja. En dan kan hij wat meer, dan bereik je zijn achterhand.
Dus je doet eigenlijk zelf ook met je handen een klein beetje oprichten en met je schouders een beetje terug. Oké. Okay. En dan, ik zeg meestal let op en dan... Oké. Okay. Nou, gaan we door. Want als ze natuurlijk helemaal aan het hals trekken, ja, lang laag lopen, dan is het natuurlijk moeilijk om ineens hal te houden, ja. Om ineens terug te komen op die achterhand. Ja, precies. Dus dan doe je hem eerst een klein beetje oprichten. Ja. En dat lange, dat heeft hij echt geleerd. Want in het begin vond hij dat echt heel moeilijk. Hoe zorg je dat hij iets meer... Omdat hij inderdaad best wel vaak naar mij toe valt. En dan druk je hem met je rechterhand een beetje van je af. Ja. En dan mag, als hij weer terugkomt, dan druk je hem weer van je af. Oh, ja. Nou, met rijden zou je ook doen. Als hij door je binnenbeen valt, dan... Doe je hem ook weg. Ja. Kijk, ik zie de rijtjes. En wat belangrijk is, dat je natuurlijk niet druk blijft houden met je hand. Want dan voelt hij het geen. En dan gaat hij tegen je aanleunen. Dan ben jij zeg maar de steunpilaar. Dan gaat hij lekker tegen je aanhangen. Dus ook met rijden ook. Als iemand continu zijn binnenbeen aanklemt, gaan ze gewoon tegen het been in hangen. Ja, dat is zo. Goed zo. En soms als je een beetje stelling naar binnen neemt, gaat de schouder weer ietsjes naar buiten. Zie je, dan wordt hij wat holler om je heen. Goed hoor. Aandacht bij jou. Goed zo. Als hij om zich heen kijkt, doe je gewoon een beetje stelling naar binnen. Zo, aandacht bij jou. Goed zo, strootje. Heel prima. Oké, gaan we proberen om zo een beetje op te richten en dan hal te houden. Oortjes op, zeg ik altijd. Heel goed. Oortjes op. Oortjes op. Doe maar gewoon een ophoudingje richting zijn oren maken. Oké, nog een keer. Dus in plaats van dat je dan je teugel aanneemt richting zijn borst, doe je gewoon een klein ophoudingje richting zijn oren. Alsof je gevoelsmatig die hele ophouding over zijn rug naar zijn achterbeen brengt. Nog één keer. Dus die ophouding die je met je teugel maakte, ja. Toen je ging halt houden, deed je een beetje de teugel aannemen richting zijn borst. Ja. Maar probeer gewoon een ophouding over zijn oren, over zijn rug, naar zijn achterbeen toe te maken. Dat je hem meer oortjes op... En dan, sst. Hij reageert al. Sorry, Stro. Nee. Niet te vaak geluidjes maken. Ja? Dus je gaat hem eerst als een klein dienbladje, ga je hem heffen. Iets een beetje omhoog heffen. Dat hij een beetje gaat, zichzelf een beetje gaat dragen. Pak je hand maar iets dichterbij, die linkerhand. Zo, en dan hou je hand maar een beetje omhoog daar. Zo, daar, daar. Goed zo. Goed zo, Stro. Dat was beter. Ja, goed zo, Nienke. Andere kant, Raven? Moet ik ook aan de kant lopen of is dat in dezelfde kant? Ja, ja, moet je ook aan de andere kant lopen, ja. Het kan wel hoor, dat jij aan die kant blijft, maar dan kom jij aan de buitenkant van de folter te lopen. Aha. Maar dat kan hij nog niet zo goed. Ik geef jou even mijn camera, want anders is hij mijn zakje weer. Ja. Jij hier. Ah, Strootje. Hard werkt anders, hè? Mhm. Ah, schat. Oh, mooi. Wauw, die was echt mooi. Met rechts doet hij het beter, hè? Typisch, hè? Ja! Oh, super trots. Ah, super lief. Oh, schat. Wat mooi. Nee, dat soort dingen kan die niet. Nee, vatten. Wauw. Oh, dat koppie is zo schattig. Dat is toch niet te doen? Oh, zo schattig. Ja. Wauw, mooi. Dat is echt zo lief. Oh, oh, schattig, ja. Wauw. Oh, wat prachtig. Heel goed. Ik vind eigenlijk dat we nu klaar zijn. Ja, vind ik ook. Goed zo. Ik weet niet wat ze wilden doen, maar ik vind het ja. Veel moeilijk zo gedaan. Hè? Heel veel hersengymnastiek. Ik zal je laatste foto ook. Goed zo, Strootje. Goed hè. Goed hè. Nou, het licht is ook echt super hier.
Ik heb wel het vrijdagvuur gedaan met Strootje en Rome kon toekijken. Ja, dat was echt leuk om even te kijken. Ik vind het nooit zo superleuk om te doen, maar het is wel leuk om te kijken. Nee, maar weet je, zo vind je het ene leuker dan de ander. De ene rijdt liever en de ander doet. Ja, en hij was echt zo schattig. Ja, hij deed echt heel erg zijn best. Ja. En nu ga ik zijn hoofdstel afdoen. Doe me nadruk op ik. En dan gaan we denk ik de video opnemen, of niet? Ja. Ja, nog even voer geven. Ja. En de paardjes even afronden. Ik wil mijn snuitje nog even zien. Ja, die staat alleen nog in. Ja, ik dacht dat ze al lang van de wei zouden gehaald zijn. Ja. Nou ja, dan gaan we dat even doen. Ja. Strootje staat op stal en is helemaal klaar. We hebben voer klaargemaakt voor de paardjes. Yes. En we gaan nu een snuitje ophalen. Yay, ontmoet ik met snuit. Ja, heb ik, op snuit heb ik op Horsefriend gezien. Oh ja. Maar dat was meer in de stal, zeg maar. Allemaal paarden. Dus ik mag nu een snuitje knuffelen. Dat is iets anders. Romy is aan het ploeteren door de modder en paarden jagen. Ga ervoor. Met de regelaarzen. 1, 2. Ga ervoor. Ik ga je helpen. Kom. Nou jongens, ik weet niet hoe dit werkt hoor. Maar ik krijg hem niet dicht. Niet doen. Oh, er is een hond. Ik weet niet, maar hoe moet dit? Romy, help mij! Jongens, hoe werkt dit? Ik krijg het niet omhoog. Maar ook niet... die stal moet toch op een manier dicht kunnen, denk ik zo. Nou! Ik krijg die stal niet dicht! Ja, hoe werkt dit? Toen dacht ik ineens van, oh ja, dat is toevallig echt een rot gestal. Dus het moet een soort van omhoog en dan zo. En dan... Omhoog! Ik denk, nou, het werkt niet. Dank u. En dat haalt ze nog aan. En kijk, zie je wat daar hebben? Snuitje. Ze verstopt zich. Ja, daarachter. Snuitje, kom! Zeg pony. Oké, hey, doei hè. Hey, doei hè. Dag. Nou, dan krijg ik weer een paard die ik niet weet. Snuitje. Ja, ik neem Snuitje mee. Ik mag Snuit meenemen. Hallo. Het was een eerste ontmoeting gewoon dat we met z'n tweeën weg mogen. Hey, pony. Oh, er staan er daar twee. Romy heeft daar achter twee paarden. Hij snuit. Knapper. Ja, zeggen ze hier een kist. Dit is discrimineren. Die van dit en dit gaat toch weer samen. Oh ja, kijk. We hadden het dus net met Romy over. Hier, zeg maar, hier staan veel meer paarden. Maar al die paarden halen ze met de hand binnen. Eén voor één. En wij hebben minder paarden, maar dat gaat allemaal in één keer naar binnen. Dus dat gaat veel sneller. Maar ik snap ook wel dat het één grote chaos wordt als je zoveel stallenblokken hebt. En elk paard zeg maar overal heen moet. Dus, maar dat is wel, ja, op elke stal is dat natuurlijk anders. Vlog sessie achter mij. Super mooie. Oh, dit licht is echt mooi. Jammer van alle bukkels. Wij gaan terug naar... dit was echt heel, heel, heel raar. Wij gaan terug naar, we gaan naar Romy's huis en dan gaan we daar de video opnemen. De video, jongens. Eindelijk. De video. Eindelijk. En even drinken, want ik heb echt dorst. Ja. Dus, tot Let's zo. Go. Let's go, tot zo. Het is heel, iedereen doet altijd zo. Naar, als je de intro hebt geopend, ze doen het allemaal zo. Ja, het is echt altijd. Echt als ik met heel veel mensen video's... Volgens mij ik niet hoor. Nee, ik heb het bij jou nog nooit gezien. Nee, maar ik moet wel denken aan, aan de rapper Shosh of zo. Oh ja, maar Day en Romy en andere Romy dan. En die doen het echt allemaal zo. Maar Day doet altijd dit. Ja, dat kan zo. Echt altijd zo, ja. Ja. Nou, we zijn dus nu bij Romy thuis. En ik zit op de grond. We gingen even wat drinken net. En we zijn bezig met de voorbereidingen voor de video zo meteen. We hebben even een bordjes met... vinkjes en kruisjes, maar we waren het vergeten voor te bereiden. En het lag nog bij Romy in de auto, dus dat moesten ze even pakken. En nu zijn we natuurlijk weer een stift vergeten, of een pen. Dus dat is nu ophalen. Ik zit hier heel braaf, want we gaan zo meteen hier zittend filmen, zeg maar. Op een statief, waar jullie nu ook op staan. En ik ben heel, heel, heel benieuwd wat jullie hebben ingestuurd.
Ik ben dat Romy ook benieuwd is. Ja. Romy, ben je benieuwd? Super benieuwd. Ik ben ook een beetje bang. Ook een beetje bang. Het is net of... Ik weet niet. Kijk. Ik keek in die lamp, toen keek ik hier en toen dacht ik echt... Wat gebeurt hier? Dat is, niet, is dat beter? Nee, hè? Nee. Nee, joh, laat lekker aan. Ja, we moeten het er maar even mee doen. Ja hoor. Nou, ik ben inmiddels al wel eventjes thuis. En ik wil dan eigenlijk nog wel een apart verslag doen dan dat ik die voor jullie al heb gedaan, zeg maar, over de dag. En het is eigenlijk dat ik het werk aan de hand, ik heb echt een super, super leuke dag gehad bij Romy. Maar het is heel raar, maar ik merkte gewoon dat ik heel erg onzeker werd van iets doen wat ik eigenlijk helemaal niet ken. Echt om helemaal in mijn comfortzone te gaan. En normaal heb ik daar echt helemaal geen last van. Maar ik weet niet wat het was, maar ik voelde me zo klein en onzeker. Terwijl Romy hielp me super goed en Stro ook. Maar ik weet niet echt. Ook als je de beelden terug ziet, dan zie je ook dat Stro echt zo van... Echt ook moeite heeft zo om mij te snappen. En ik hem ook. En ja, nou was het sowieso was het niet zo'n fijne dag voor mij. Ik zat niet zo heel lekker in mijn vel. En dat komt omdat ik de eerste dag was voor mijn nieuwe medicatie. En dat had best wel een heftige impact op mij. En dat kan je bijvoorbeeld ook heel erg zien aan de beelden. Dat ik een heel rood hoofd had. En dat komt daar ook door. Maar ik zat gewoon zelf een beetje anders in mijn energie. En dat komt dus door die medicatie. Want dat was de eerste dag dat ik de nieuwe medicatie had. Inmiddels gaat het nu wat beter. Maar ja, ik vond het echt heel bijzonder om dit te doen. En ook te leren van Strootje. En van Romy natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. We hebben net lekker soep gegeten. Ik zat helemaal in mijn... Heb je de soep zelf gemaakt? Ja. Dat was echt lekker. Dank je. Dienke heeft dat gewoon gegeten. Maar en dan... Romy gaan wij zo meteen naar het station brengen en dan ga ik weer de trein naar huis. En het valt me nog mee. Het is echt iets minder dan anderhalf uur of zo. Ja. Het klinkt misschien heel veel, een uur maar... 20 minuten of zo, hè? Ja. Maar nou, normaal, omdat ik zo in die hoek woon, moet ik altijd... Nou, maar ding, ja, bijvoorbeeld echt 3 uur, 3,5 uur of zo. Dat is echt vreselijk. Ja. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet het kanaal van Romy te checken hieronder in de beschrijving. En misschien ook daar in het i'tje. En dan tot de volgende keer. Doei, doei! Ja.